Ella die vraagt, hallo, ik ben zelf een rustige, en dan quote ze, leidinggevende slash verbinder. Dat is het oordeel over zichzelf. We zitten als organisatie in een transitie waar ik een leidende rol in heb gekregen. Mm-hmm. In mijn organisatie heb ik te maken met een aantal extroverte haantjes. Ja. Prachtig dit. Die zich hard kunnen uitlaten op onder andere ik. Hoe kan ik daar het beste mee omgaan? Ja, nou, ik denk dat je daar heel duidelijk in moet zijn. Als je wilt dat iedereen in een team een rol speelt en helpt bij een verandering, dan moet je zorgen dat ook iedereen aan bod komt. En iedereen aan bod laten komen, maar ook respecteren wat mensen zeggen. Dat zijn wezenskenmerken van wat ze wel noemen psychologische veiligheid. Dan denk je, psychologische veiligheid, wat is nou weer voor soft gedoe? Waar heb je dat voor nodig? Hè? Want we willen veranderen. Maar als je wilt veranderen, je wilt innoveren, je wilt creatief zijn, dan wil je ook dat iedereen een bijdrage daaraan levert. Dat mensen bereid zijn dingen uit te proberen, nieuwe dingen te proberen. En mensen proberen alleen maar nieuwe dingen als er sprake is van die psychologische veiligheid. Dat is heel concreet. Als ik een idee heb en het is nog niet af. Ik heb een mening, maar hij is nog niet 100%. Ik heb nog niet alles kunnen doordenken. Maar ik durf hem al wel op tafel te leggen in deze groep. Omdat ik weet, daar wordt op een respectvolle manier mee omgegaan. En op die manier bouwen we samen verder. Dat is psychologische veiligheid. En daarin moet je als leidinggevende heel duidelijk aangeven hoe je dat wilt. Dat betekent, iedereen komt aan bod en we luisteren met respect naar ieders mening. Doe je dat niet, dan vergader je niet mee. Want op het moment dat twee van die haantjes heel extravert, lekker bij wijze van spreken, andere mensen de maat nemen, dan zijn er twee mensen. Inclusief de leidinggevende. Inclusief de leidinggevende. Dan heb je een team, laten we zeggen, tien mensen bijvoorbeeld. Twee mensen voelen zich zo lang. Die hebben de tijd van hun leven. Acht mensen komen niet tot de prestaties die ze zouden kunnen bereiken als die mensen erbij waren. En wat als er zeven haantjes in het team zouden zitten en enkel de leidinggevende heeft een hele andere stijl? Zij noemt het hier, ik wil niet zeggen dat Ellen de situatie is, want nogmaals, dat kennen we allemaal niet. Maar ze noemt maar zeven haantjes is een theoretisch gegeven. Dat gebeurt nooit. Nee, dat gebeurt niet. In een team van acht zit het altijd meer kleuren in. Nou ja, er is altijd een onderlinge verhouding. Er ontstaat heel snel een informele hiërarchie. En er kunnen niet zeven mensen op de eerste plaats staan. Nee. Helder. Dus hoe kan ze daar het beste mee omgaan? Duidelijkheid daarover. Duidelijke regels. Duidelijke spelregels over hoe er wordt vergaderd. En wie daar niet mee wil doen, die doet niet mee. Nee. Daar gaan we niet Mark Rutte nu naar spreken, maar die kan de vergadering uit. Ja, maar je kunt pas mee vergaderen als je houdt aan een aantal afspraken over hoe we met elkaar omgaan. En op het moment dat je dat niet doet, dan belemmer je dus ook de productiviteit van die acht andere mensen. Dan kun je dus met twee mensen heel goed zijn, maar je kunt nooit compenseren wat je aan productiviteit van andere mensen, zeg maar, omlaag brengt.